En dat vandaag zo mooi weer is, gaan we lekker spelen met waterballonnen. Ja, we hebben liefst 1500 waterballonnen. We hebben hier, zoals jullie kunnen zien, trampolines. Dus we gaan vandaag gewoon lekker kloten met waterballonnen en trampolines. Yes! Ja mensen, we zijn de waterballonnen dus aan het vullen zoals jullie kunnen zien. Alleen heel veel ballonnen zijn nu al lek en dat is echt super kloten. Want ja, het kost best wel veel tijd om überhaupt één zo'n pakketje tegelijk op te, ja, te vullen, om het zo maar te zeggen. Het gaat op zich natuurlijk wel sneller dan normaal. Alleen toch zijn er best wel heel veel lek en dat kan misschien aan het eind wel een soort van probleem gaan vormen. Dus ja, het moet gewoon snel gaan knallen, zeg maar. Misschien komt zo meteen de koeien ook nog hierheen. Check al hoeveel als je zo kijkt. Hè? Ik lig nu op de 3 trampolines, maar je kijkt hoeveel er al op ligt. alleen, ja, ze blijven knappen, dat is echt kut. Dus het schiet op. Het is nu bijna voor de helft vol. En ik weet niet hoeveel hebben we gebruikt ongeveer. We hebben er 5 rond in totaal. Laat zeggen dat dit iets minder dan de helft is wat er nog bij moet. Dan is je redelijk wel goed gevuld. Alleen ik vraag me echt af of de trampoline dit gewicht kan houden. Want het wordt wel in één keer zwaar, snap je? Dus hè, moet je nagaan hè, dat je gewoon thuis in je achtertuin staat. Moet je kijken hoe verleidelijk dit eruit ziet. Om zeg maar lekker in te springen. Het in het hoekje zit ze, helemaal in het hoekje. Wow! Mensen, ik heb er dorst van gekregen, dus ik ga lekker water drinken. Val. De helft van de bron zijn allemaal al kapot. Ah, ze zijn sterk, zaterdag op duidelijk bezig. Dus. Gooi erin op Chris. Mis. Oké mensen, ik ga er vast tussen liggen. We zijn even kijken, we moeten nog 8 van die rijtjes met ballonnen en zijn we klaar. Ik ga er vast tussen liggen. Het is gewoon lekker verfrissend, je weet toch. En ja, dit hebben we. Het is echt veel, maar je kunt zien hoe zwaar heeft de trampoline het wel niet. Ja, hij hangt gewoon helemaal bol. Ik kan me zo dat hier gewoon een paar honderd kilo ligt, Sean. Hey. Zo, maar jij gaat er tussen liggen, toch? Ik ga er tussen liggen, ja. Hier, Kijk, ik hoop niet dat alles knapt dan. Nee, dan zeg ik hier. Houd deze maar vast, in het geval alles misgaat. Oké, Tos, jij ligt nu lekker tussen de ballonnen, maar hoe gaat die? Het is wel lekker verfrissend om toegeven, want het is wel mooi weer, maar die ballonnen zijn gewoon ijskoud. Ja. En voor de rest gaat het lekker. Oh, wow. Wow, check die onderkant, vriend. Ja, alles gaat er steeds kleiner, man. Wow. We'll be right back.
Oké, keihard. Ja, ik had het toch wel zeg maar anders voorgesteld, zeg maar een beetje. Nou, dit zijn geen Orbeez, want ze gaan kapot meteen. Ja, dus als we op de trampoline gaan, springen, iets, dan knooi je gelijk pat, 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 pat. Ja. Dat is aan de ene kant zeg maar wel een klein beetje jammer. Ja, het eigenlijk wou ik gewoon achterin van zaaltje doen, weet ik van, nou, we kunnen maar beperkte dingen doen eigenlijk. Ja, dus we moeten eigenlijk een beetje keuze maken. Oh, het wil sowieso nog zaaltje doen. Ja. We willen nog van die trampolines afspringen, dus dat zijn sowieso nog dingen die we gaan doen. Ja. Maar ja, we weten niet hoeveel blonden er dan nog over zijn, dus... Ja, het is een gok. Kijk, nu ligt alles in het midden. Waarschijnlijk ligt er gewoon in het midden gewoon 3-4 op elkaar nu, omdat het zo zwaar is geworden. Dus het lijkt minder. Zijn er sowieso een paar geknapt, dat duidelijk zijn. Maar ja, hoe lang gaan ze mee? Want sommige sta je half op en die gaan weer niet kapot, snap je? Dus dat is wel een dingetje. Kijk, let op. Zie je dat? Niet kapot. Dat zagen ze niet. Kijk. Niet kapot. Dus sommige zijn wel stevig, sommige niet. Ja. Dus mensen, ik zou zeggen, we gaan even een lekker muziekje opzetten, Aard. We gaan geven elkaar de box. En ik zou zeggen, durf een duim omhoog en wij gaan lekker springen. We hebben wel bedacht, Aard gaat zeg maar met zijn rug hier onder die ballonnen. En dan gaat hij opstaan en dan hopen we dat alles verspreidt. En dat zeg maar meer kans als we dus van die toren afspringen, zeg maar, dat er dan meer heel blijven. Dus ik zou zeggen, Aard. Ja, bijna, bijna, bijna. Oh, ja, ja, ja. Lekker, maat. Beetje heen en weer gaan. Zo, ja. Check dan. Lekker, maat. Ja, dat is een missie, is redelijk geslaagd. Ja, ze houden lang vol. Het was leuk. Het ligt super, super, super lekker. Gewoon lekker. Ik zou bijna zeggen, als je een zwembad hebt, vullen met waterbronnen, is gewoon lekker. Maar wat we dus nu gaan doen, we hebben nog de katapult zoals jullie weten. Daar gaan we nu zeg maar een beetje mee kloten. Ja. Ja, we moeten dit gewoon een beetje anders als een kloot video. Gewoon van, hey, het is een zomerse dag. En je hebt nou niks te doen, wat kan je dan doen? Nou, dit is sowieso een leuk idee. Ja, je kunt bijvoorbeeld watergevechten houden en shit. Hey, je kunt bijvoorbeeld trapjes vullen met die dingen. Het is gewoon leuk, jongen. Het is gewoon leuk. Dus mensen, we gaan over naar het volgende onderdeel. Oké, mensen, ik ga eerst één ballon proberen en als het kut gaat, dan ga ik de middelen tegelijk schieten. Do you remember when we first met? I thought my eyes would fall straight out of my head. Guess we all live in proof. Hey, kijk eens. Dat is even leuk. Hey, Priet. Hey. Kijk, ik vind het heel leuk. Hoe vind je het zo leuk? Keep on loving.
Attack the police girl! We hadden wel heel eerlijk. Ja, dit is zwembad, jongens. Succes, maat, dit! Hè? Ja, dat is wel zeker leuk als het 30 graden buiten is, natuurlijk. Hey. Ja, het is geen succes in de winterrit. Nee, maar het is, het is leuk. Het is gewoon leuk. Het is heel leuk. Kijk, en ze houden het zelfs nog vol tot het eind, joh. Hier. Kut, mijn camera's naad. Oh, nee, het is GoPro. Ja, de honden zijn er ook even op geweest, dames en heren. Ze vond het iets minder leuk, maar ook weer wel leuk, maar ze zijn altijd bang, hè? Die willen dingen zelf doen, weet je wel. Dus... Maar wacht hoor. Hij is buiten aan, mensen. Dames en heren, ik zou zeggen, vond je het een leuk video, even een duimpje omhoog. Volg ze ook even op Instagram natuurlijk. Nou, link is namelijk in de beschrijving. En wat willen jullie nog meer zien op de trampoline, of wat we met de trampoline gaan doen, zit het ook even in de beschrijving. Wij zijn altijd wel benieuwd van, wat vinden jullie echt super chill om naar te kijken of super wijs om te zien. Of van, dit moet ik echt zien, zet het gewoon neer. Want ja. Misschien doen we het misschien niet, je weet het niet. Ja, we hebben vorig jaar zomer hebben we uiteindelijk een trampoline in het water gebouwd. Daar vonden wij toen zelf echt fucking vet zijn, de hele dag druk mee geweest. Dat was eigenlijk zeg maar een klusje voor 5 man. Ja, dat was zeker. Maar we zaten zelf denk ik om nog een 2.0 jaar te maken. Dus ik zou zeggen, als jullie dat willen zien. Hit die fucking like button, dan weten we het. Let us know. En anders gaan we de andere dingen doen. Ja, dus mensen, later. Tot de volgende. We gaan lekker andere dingen doen in de zon.